Martijn Barto, twee keer scoren tegen Ajax en matchwinner. Vertel het maar. Ja, heerlijk gevoel. En los van mijn persoontje. We hebben het als collectief denk ik heel goed gedaan. Verdedigend heel sterk, weinig weggegeven. Tactisch plan uitgevoerd. Dat was de bal naar hun backs leiden. Dat hebben we goed gedaan. Je zag dat zij moeite hadden om kansen te creëren en openingen te vinden. Dus groot compliment aan heel het team. En wat is dat toch dat jij altijd kan scoren tegen grote clubs als Ajax en Feyenoord? Ja, geen idee. Maar het is lekker dat het lukt inderdaad. Ja, het zijn mooie doelpunten. En het is leuk voor later. En het is nog mooier als je ook nog eens winnend afsluit. Het heeft een keer geleid tot een 1-1 in de arena. Maar deze keer ga je ook als winnaar het veld af. En dat is wel extra speciaal. Al een beetje het gevoel aan het indalen dat over 20 jaar ze het waarschijnlijk ook nog altijd over je hebben? Nou ja, het is mooi dat ze de mannen van 96 nog eren hier zo. Dat geeft aan hoe historisch het was wat zij hebben gedaan. Ja, vandaag hebben we iets gedaan wat erop leek. Dus ik hoop dat ik over 20 jaar inderdaad nog steeds welkom ben hier. En nu zondag een wedstrijd. Denk je dat iedereen genoeg tijd heeft om te herstellen na deze zware wedstrijd? Supporters niet, maar wij hopelijk wel. Goed, en dan zitten jullie vanavond natuurlijk ook bij de loting. Op wie hoop je? Ja, ik gaf net ook al aan. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest met deze wedstrijd. Ik weet dat Heracles Sparta vanavond nog speelt. En voor de rest weet ik eigenlijk niet precies wie erin zit. Dus ik laat het wel gebeuren en ik hoor het wel. De derby eventueel hier? Dat hoor ik dan wel weer in de wandelgangen. Ja, het zou fantastisch zijn als die wedstrijd eruit komt en wij spelen hier thuis. Dan wordt het weer een gek huis. Is dat gewoon het enige wat jullie willen? Gewoon in de volgende ronde een thuiswedstrijd en dan afhankelijk wie het ook is? Thuis is altijd mooi. Je weet dat het hier gek kan gaan. Dus nogmaals, het is mij om het even wie er komt. Aan de andere kant is het natuurlijk mooi als je de derby hier kan spelen. En dat is voor mij hartstikke mooi. Maar de jongens die het nog niet mee hebben gemaakt, die praten er ook wat over. Dus dat zou leuk zijn. Maar nogmaals, het is belangrijk dat we de volgende wedstrijd winnen. Tegen wie, dat maakt niet uit.